Hey Peter. Hallo Tom. Welkom in Engeland. Dankjewel, want we gaan naar Engeland. En dan, dat kan maar één ding betekenen. Nou, het is een tennis game over Wimbledon. Dat zou het kunnen betekenen. Nee, maar Forza Horizon 4 gaat naar Engeland. En dat is eigenlijk het grote nieuwe ding van Forza Horizon 4. Ja, want Forza Horizon kennen we natuurlijk inmiddels al als de open wereld arcade racer van Turn 10 Studios en Microsoft Studios. Voor je Xbox One en Windows 10 dus. En het is eigenlijk altijd gewoon een hele vrije open wereld geweest. Maar de laatste twee delen is eigenlijk niet zozeer veel veranderd, behalve de setting. Want ja. We zijn van een soort van Italië zijn we naar Australië gegaan. En nu hadden ze iets van lekker knus, lekker koddig, cup of tea. Groot-Brittannië. Great Britain. Hoe is dat? Want jij hebt dus al meteen mogen racen. Dit is gameplay van E3, overigens 4K. Wauw, draait op een Xbox One X. Wauw. Ja, draait op een Xbox One X ook nog eens. Ja, ik vind het heel moeilijk om over Forza Horizon 4 te praten. Want heel veel nieuw is er niet, behalve het landschap en een paar nieuwe wagens. En dus het klimaat, want er stond net al in beeld autumn, ja. Dat het nu ook de verschillende seizoenen kan bevatten. Dat is natuurlijk wel belangrijk in Engeland, want kijk trouwens die vergezichten ook. Ik heb deze demo sinds E3 niet meer teruggezien. Ik kijk er nu weer naar. Ik denk, jemig, wat is dit mooi. En dan kijk je daarna op een 1080p scherm, hè, omdat we anders gewoon onze processor wegsmelten met 4K 60 gameplay. Precies. Ongelooflijk mooi. Maar dat was al bij de vorige delen. Zijn dit gewoon hele mooie games. Ze racen heel arcade. He, er is eigenlijk een beetje de oude Need for Speed. Zo vind ik het eigenlijk. Ja, ik heb van Forza Horizon 2, zei ik in de review destijds, dit is eigenlijk de beste arcade racer sinds Need for Speed Underground 2. En daar sta ik nog steeds achter. Ik vind de Horizon-serie op het moment gewoon de sterkste arcade racer, omdat het inderdaad heel makkelijk raced. Maar in de fundering zitten zeg maar wel de physics van een Forza Motorsport. Maar die hebben ze zo getweakt dat het zeg maar leuke racen is, makkelijker. Ja, exact. En bij oh my god, schapen? Wat vet. It's so bloody British. Yeah, it's so bloody. It looks like fucking Scotland, man. Ja, behalve dat ik vind het er wel vaak te mooi weer tot nu toe in deze game. Kijk. Het zou pas echt... Schotland zou het echt zijn als het gewoon continu regent. En als je denkt van dat het regent en je doet de regenjas aan, dan is er in één keer zonnetje op. Nou, dat was wel een van de redenen dat ik Skyrim dus niet trok. Ik vind het weer daar te slecht. Daar word ik gewoon ontzettend treurig. Ja, maar Forza Horizon is natuurlijk wel een feel-good serie. I know. Dus daarom hebben ze gewoon het weer beter gemaakt. We gaan... Wat de demo was, de demo die jullie ook op E3 hebben kunnen zien, was wat gewoon... waarschijnlijk de intro van de game is. Ah. Ik denk dat dit de intro van de game is, maar don't hold me accountable for that. Maar ja, wat is er mee? Dat laat gewoon al het nieuwe zien in het spel. Dat is voor ons heel erg makkelijk, want A Song of Ice and Fire. lekker. Wat kut. Goed. Pieter Dinklage. Oh, wat een heerlijke serie is dat toch? Ja, wat ziet dit er echt wel weer fantastisch uit. Ja, dit is dus de sneeuw die komt. De sneeuw is nieuw, toch? De sneeuw is inderdaad nieuw, want dat hadden ze natuurlijk niet in Australië en in Italië ook niet. Het waren sowieso twee heel zomerse locaties. Dus ik vind dit wel een leuke verandering. Maar verder is het natuurlijk in de basis, blijft dit dezelfde game. Dus het is open wereld, cross-crunch. Ja, maar je merkt natuurlijk wel dat ik nu op sneeuw rijd. Dat is wel. De ondergrond verandert wel. En dat maakt het wel afwisselender qua race-ervaring. Want dat was in de vorige delen. Kon je wel het bos in en zo, maar dan had je dit is in ieder geval nu meer afwisseling. Ja, ik bedoel, in Australië kon je een beetje door de modder heen banjeren en af en toe een of ander beekje of zo terroriseren. Maar dit is inderdaad wel echt iets heel anders. Al doet het natuurlijk wel weer denken aan volgens mij heette dat Frozen Mountain DLC voor Forza Horizon 2, waar ze dan ook ineens en Forza Horizon 3 had het volgens mij ook. Ja, dan hadden ze op een gegeven moment ook sneeuw dingen erbij. Dus leuk dat ze dit nou al soort van meteen in de basisgame meepakken, want dit is inderdaad wat jij zegt. Lijkt me dit wel heel diverse racen, ook als je met je eigen races wel, mag maken. Ze hebben hier wel heel erg goed gekeken naar wat de feeling is van de game. Want je ziet overduidelijk dat voor dit weer het veel te mooi weer is. Ja, wat het sneeuwt, letterlijk. Ik weet niet of je wel eens in de sneeuw hebt gereden. Nou, dat ziet er echt niet zo mooi uit. Je kan echt niet zo ver zien. Het is niet zo laid back als dit. Je hebt niet proberen even te schakelen naar de first person cam, right? Nee, ik was helemaal flabbergast dat ik het spel kon spelen. Ja, nee. Ja, ik had een hele lange rij achter me. Er was heel veel groepsdruk en ik heb het ook nog moeten capturen. Dus ik was eigenlijk totaal niet ontspannen. Nu geniet ik er meer van dan toen. Oh, oké. Ja, nu lekker laid back. Ja. Ja, nou ja, goed. Ik geniet altijd van Forza Horizon games. Springers in the air. Motortje erbij. Motortje erbij. Waar we niet op kunnen racen trouwens, jammer. Waarom niet eigenlijk?
Ja, Forza, hè? Het is een autospel. Dit is niet de crew of zo, dat we straks ook ineens in een boot kunnen veranderen. Is dat niet gewoon een verrassing of verlaten? Dat zou een hele toffe verrassing zijn. Waarom zouden ze dit dan anders in? Nou ja, tuurlijk, dat is natuurlijk wel altijd het ding van Forza Horizon. Zijn de leukste missies, zeg maar, zijn de races die je doet met bijvoorbeeld tegen een boot of tegen 100 zeppelins of tegen 100 luchtballonnen en dergelijke. Dat zit hier dan net weer iets minder in, dat je er daadwerkelijk mee kan racen. Maar dat zijn wel weer de leuke races natuurlijk. Exact hetzelfde voorbeeld. Het regent namelijk, maar het is schitterend weer. Ja. Dus dat doen ze toch wel even goed. Neem me oprecht. Ik vind dat goed hoor, want Forza Horizon is een game waarbij je eigenlijk gewoon de auto's en de activiteit van het racen en hoe vet het is gaat vieren. Ik bedoel, kijk het hier met die slow motion en dergelijke door een hek heen banjeren. Dan snap ik dat ze het weer heel mooi houden. Omdat je gewoon, je wil dat de speler gaat genieten van rijden in die auto. Maar dan wel natuurlijk net iets te onrealistisch over de top. Wat het wel heel leuk maakt naar mijn idee. Ik vind dit heel sterk. Als mensen nu denken van god, Engeland, mooi land, moet er eens op vakantie. Ja, dit is niet representatief voor hoe Engeland is. Echt met het eerste shot ook al dacht ik van ja, ik snap wat je doet met de huisjes. Maar dit, waar in Engeland is dit? Huh? Vertel het me. Ze hebben wel hele mooie locaties, alleen altijd tering weer. Ja, ja, ja. En scheve tanden. En ja, en geel. Ja. Dit is volgens mij, dit is de lente. Nou, oké, leuk dat ze dat dan doen. Dan ben ik toch wel benieuwd naar de zomer bewaren ze dan ook voor het laatst. Ja, dat is, dit is nog niet eens de zomer. Het is nee. Een schitterend weer. Je denkt echt, deze regen is 40 graden warm, heerlijk op mijn huidje. Ja, ik denk, dit is echt een monsoon of zo. Maar dit is dus wel gewoon lekker de bosrace. Ik vind het echt zo vet. En het ziet er zo vet uit. Heb jij iets over nieuwe auto's? Want volgens mij is dat ook niet zo heel We hebben sowieso 400 auto's confirmed. En dat was natuurlijk vanwege de lek die laatst is gebeurd. Er was één. De game was heel even een soort van te pre-downloaden op Windows 10. En dat hebben mensen gedaan. Die hebben de gamefiles opengebroken en die hebben dus een autolijst gelekt. En die laat wel zien dat bijna alle auto's uit de vorige delen terugkeren. Met een paar nieuwe additions daaraan. Maar helaas nog steeds geen bijvoorbeeld Toyota en zo zitten er dan bijvoorbeeld weer niet in nu. En daar hebben ze gewoon geen deal mee. Nee, Toyota heeft een tijdje terug. Dat was al met Forza Motorsport 7. En ook Forza Horizon 3 had volgens mij al geen Toyota meer. Maar dat kwam gewoon omdat ze daar een fitting mee hadden. Toyota had zoiets van, we trekken ons terug uit het spel. Ja, er zit één vrachtwagen van Toyota in. Maar bijvoorbeeld niet mijn starletje. Wat wel weer fijn is natuurlijk dat Volkswagen weer terug is. Want dat was met de vorige Forza Horizon niet. Heb je gezien of je bus erin zit? Mijn bus zit erin. Volkswagen type 1 zit er zeker in. En daar ben ik erg blij mee. Want ik hoop dan dat ik mijn Gamersnet skin kan importeren van de Volkswagen. Omdat dat, kom op, dat is ook gewoon... Kijk, heel veel mensen spelen games voor dit soort auto's waar je nu in rijdt. Van die supercars en zelfs hypercars en dergelijke. McLaren P1 en alles. Ja, maar ik vind dat te snel. Forza Horizon ook niet nodig. Omdat nee. Je superleuke missiestructuren hebt. Je hebt superleuke missiestructuren, inderdaad. En je kunt ook bijna alles gewoon lekker racen. En als jij dus zo'n traag Volkswagen busje wil of een BMW i3, zoek hem een keer op. Het is de Isetta 300. Het is eigenlijk een soort van driewielig voertuigje. Dat zit er dan ook in, weet je wel. Ga jij dan mee racen? Maar de makers van Forza, die erkennen jou ook. Ja, dat idee heb ik altijd met deze game. Dat je niet van snelle auto's hoeft te houden om het leuk te hebben met het spel. Nee, je moet gewoon een liefhebber zijn van auto's aan zich. E3 Experience First Place, nee, natuurlijk. Nee, dan krijg je hier dit allemaal mooi te zien. De stijl zit er wel weer in. Het is heel erg hoe ze natuurlijk ook bij Forza Horizon 2 en 3... een beetje een festival thema erin gooien... maar dan ook een hele strakke metro-stijl in de UI. Ik vind het erg netjes. You completed Forza Town. Forza Town mag voor mij ook alweer terugkomen... want dat is gewoon wel een leuke manier om die game levendig te houden. Ik snap niet waarom ze dit nu weer Forza Town noemen. Dat is... Forza Ton is alles. Forza Ton is leven. Ja. En dan krijgen we nog een mooie trailer te zien. Dit is volgens mij de E3 trailer. Ja. Nou ja, goed. Dat Seasons zijn will a beautiful history of Britain. Ja, ik hoop heel erg dat Top Gear terugkeert. Maar ik denk het haast niet. Top Gear is natuurlijk nou een beetje kapot. En ze gaan echt niet de Grand Tour erin gooien. Nee, maar kunnen ze niet gewoon gaan werken met die gasten? Ja, de Grand Tour. Ja. Maar ik denk het niet. Maar goed, Forza Horizon had ooit Top Gear. Of Forza Motorsport had ooit Top Gear. Ik ga die gasten missen, denk ik. Dit is het deel voor hun. 2 oktober is hij er. Je kunt hem kopen of je krijgt hem via Game Pass als je lid bent. Helemaal mooi. Forza Horizon 4, Xbox One en Windows 10. Thanks Peter voor het meenemen van je E3 demo. Dankjewel Tom. En hallo Akeo, die loopt nu binnen hier in kantoor. Zeg allemaal hoi Akeo. Hoi Akeo. Nee, dit is een gameplay commentaar.